En kunnen we apart kijken naar dat gebed? En vergeef ons onze schuld. Ja. Gelijk. Ja, de moeilijkheid. Onze fouten. Ja. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Ja, dat is Mattheüs. Die heeft het dus over schuld en schuldenaren. Bij Lucas staat, en vergeef ons onze zonden. Oh ja. Die zonden, dat is iets wat in het Oude Testament veel voorkomt. En het betekent altijd, of bijna altijd, een falen in godsdienst. Een falen in God laten zijn. Een een vorm van afgoderij. Dat hele Oude Testament is een strijd tegen de goden van de omliggende volkeren. De Joodse gemeenschap was een monotheïstische gemeenschap. Dat was nog niet daar geweest. De omgevende volkeren hebben allemaal veel goden. En het is buitengewoon aantrekkelijk om daar ja, toch in de relaties gewoon wat water bij de wijn te doen. Mm-hmm. En een beetje van die en een beetje van die. Mm-hmm. En dat wordt als zondig gezien. Bij de schuld ook. Het gaat dus niet zozeer over mijn fouten. Huh? Dus ik doe iets verkeerds. Maar het gaat over, ik ben schuldig. Het is niet zozeer de fout die ik bega, die mijn schuld is, maar het gevolg van mijn fout. Doordat ik een fout maak, wordt iemand nadeel berokkend. Doe ik iemand kwaad. Doordat ik een fout maak, komt iemand anders in de prut. En daardoor word ik schuldig. Ik word schuldig aan de ellende van de ander. Nee. En God zal dat straffen. God zal opkomen voor degene die in de prut zit. God kiest partij voor de underdog. En de machtige wordt van zijn troon gestoten. En de machtige wordt ja, ter verantwoording geroepen. Ja, en dan wordt het dus ook heel duidelijk dat er alleen maar vergiffenis is als ik het met die ander goed gemaakt heb. Geen wraak. Geen wraak. Nee, maar mij wordt ook niet vergeven. Als je niet eerst... Oké, ja, dus de voorwaarde is, zoals Jezus ook zegt, voordat je naar de tempel gaat, is er nog iets met je broeder. Exact. Verzoen jezelf. Ja, als je iets bewust bent dat je iets met je broeder hebt, laat je gaven aan de altaar staan en ga je eerst... Ja, verzoenen. Ja. In de grote verzoendag kon alles vergeven worden van de dingen die fout gegaan waren en dergelijke. Maar als je een naaste had kwaad gedaan, had benadeeld, dan werd dat niet vergeven, tenzij je eerst dat kwaad had rechtgezet. Dus dat is wezenlijk. Ja, rechtgezet, vergeven, hè? Nee, je verzoenen met. Wat dat dan ook mogen betekenen. In elke situatie is anders. Dus er is ommekeer nodig. Ik moet instaan voor het feit dat ik fout geweest ben. Ik moet erkennen dat ik fout geweest ben en de verantwoordelijkheid daarvoor op mij nemen. En wat dat concreet dan inhoudt, ja. Ja, dat weet je dan zelf wel. Dat weet je niet. Ja, of wel. Dat moet je dan, ja. Ja, als je het binnen, dat hoort bij de omkeer, hoort dat. Ja, precies. En vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij een andere schuld vergeven.